Hoi, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik een make-up look maken met low budget kwasten, namelijk kwasten van Essence. Ik heb een aantal kwasten die ik echt nog daadwerkelijk helemaal nieuw in de verpakking heb zitten. Maar ik heb ook gewoon echt best wel veel kwasten van Essence. Er zitten ook nog een aantal in dit hoesje. Ik ben zelf heel erg fan van kwasten van Real Techniques, maar misschien zijn die kwasten niet voor iedereen betaalbaar, want het zijn wel wat duurdere kwasten. En misschien vind je het ook wel helemaal niet nodig om dure kwasten te gebruiken voor make-up, of ben je gewoon nog niet zo lang bezig met make-up en ja, vind je het wel fijn om kwasten te gebruiken. Dus ik dacht, misschien is het gewoon leuk om daar een video aan te besteden. Buiten hoor ik ineens een auto heel hard geluid maken, dus ik was even afgeleid. Dus ik dacht, ik heb gewoon nog heel veel kwasten van Essence liggen. Ik heb er eigenlijk nooit echt een video aan besteed of ook niet heel veel gedaan mee op mijn blog. Dus ik dacht, nou, misschien is het gewoon leuk om eens te kijken wat voor make-up look ik kan creëren met de kwasten van Essence. Ik heb hier nog wat dingen liggen. Die zal ik eventjes hier ook bijleggen. Ik ga ook alleen maar producten van Essence gebruiken, maar daar ligt de nadruk niet op. Dus ik zal de producten die ik gebruik even in de beschrijving zetten. Het gaat echt puur om de kwasten en wat ik daar dus van vind. Dus mocht je benieuwd zijn naar de look die ik kan maken met deze kwasten en wat mijn mening nou is van de kwasten van Essence, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met het aanbrengen van een primer en daarvoor ga ik deze kwast gebruiken. Dit is een gewone make-up kwast. Ik zal hier later ook mijn foundation mee aanbrengen, maar ik hou er niet zo van om dingen met mijn vingers te doen. Dus ik ga deze hier gewoon aanbrengen. Het is een doorzichtige primer, dus dat maakt op zich niet heel erg veel uit. Al doe ik dat met deze kwast waar ik ook mijn make-up echt mee aan wil gaan brengen. Het is echt een hele zachte kwast. Dat merk ik wel meteen, dat de haren lekker zacht zijn. Dus op zich voelt het wel prettig op mijn gezicht. Maar ik heb ook wel het idee dat die alles heel nat laat, zeg maar. Nou. Dan zit dat erop in ieder geval. Even het dopje opdraaien, want dan heb ik die gehad. Dan ga ik ook meteen door met de foundation. En die ga ik dus ook met die kwast aanbrengen. En ik ben dus iemand die pompt dit altijd gewoon op, echt op de kwast. Er komt een beetje veel uit. En dan ga ik het erop smeren. Omdat ik net zoals ik net al zei, ik hou gewoon echt niet ervan om het met mijn vingers te doen. Want ja, dan zit alles weer onder. Dan moet je dus door weer je handen wassen. Ik ben daar gewoon echt een beetje een miepertje in. Ik doe alles echt het liefst gewoon ook echt met de kwast. Ik moet zeggen dat als je echt een goede kleur foundation hebt. Ik heb ook wel een aantal kleuren foundation die gewoon wat donker zijn. Maar deze kleur is gewoon eigenlijk perfect voor mijn gezicht. Even ondertussen. Het spijt me. Ik kan dat alleen doen als je naar de podcast luistert. Dat was Siri. Tussendoor jongens. Het is echt heel raar. Siri ging ineens praten. Maar waar was ik? Dat als je echt een hele goede kleur foundation hebt, dat die dan best wel goed uitsmeert. Als je echt een beetje een te donker hebt, zoals ik dus ook wel een paar in mijn stash heb, zou dit niet werken. Maar op zich ja, vind ik dit wel oké. De kwast is wel heel erg lekker oranje nu. Maar goed, dat hoort er dan ook wel weer bij. Maar ik vind, ja, eigenlijk vind ik deze kwast best wel oké. Ik kan er eigenlijk niet heel veel commentaar over geven, want hij voelt lekker zacht. En ja, ik vind dat de foundation er mooi op zit, dus eigenlijk prima. Dan is het tijd voor concealer. En hiervoor ga ik twee kwastjes gebruiken. Allereerst het echte concealer kwastje, dat is deze. Maar ik heb ook een camouflage brush en daarmee ga ik dus de concealer echt inblenden. Dus ik ga het met deze gewoon aanbrengen. Zoals je ook kunt zien, zitten er ook verschil in qua patroon. Dit is het nieuwere patroon. Het patroon wat ze tenminste een tijdje geleden hadden. Ik weet natuurlijk niet hoe het nu is met de kwast van Essence. Want het assortiment is heel erg wisselend. Dus het kan zomaar zijn dat het inmiddels alweer veranderd is. Of dat er gewoon alles weer een hele andere textuur heeft gekregen.
en kleuren, maar dat weet ik dus niet. Maar dit, in ieder geval dit patroon, is het wat oudere patroon van Essence. Dat weet ik wel. Oh, ik smeer te veel. Oh, jongens. Ik heb veel te veel concealer op mijn kwastje zitten. Dit is misschien dan toch een teken waarom mensen dit met hun vingers doen. Maar ja. Nou, dan zit dit er in ieder geval op. Op zich brengt hij wel fijn aan. Hij is wel vrij plat. Voor het aanbrengen vind ik hem prima. Voor het blenden zou ik hem niet zo snel gebruiken. Dus daarom ga ik niet deze gebruiken. Het is wel echt heel erg wennen als je weer eventjes met low budgetkost aan de gang gaat. Terwijl je wat duurder kwast bent gewend. Ik vind dit kwastje niet heel prettig, moet ik zeggen. Het gaat heel erg in de lijntjes zitten met deze kwast. En ik kan het nou niet heel erg mooi... Ja... En inblenden. Dus ik ga toch eventjes die make-up kwast daarvoor gebruiken. Om hem even iets meer in te blenden. Want ik merk echt dat dit gewoon wat minder prettig is. De haren zijn te hard, zeg maar. Dus daarvoor lukt het inblenden niet zo. Dit kwastje vind ik niet zo prettig. Ja, deze vind ik voor het aanbrengen prima. Maar ik zou hier niet mijn concealer mee inblenden. Dan zou ik toch liever of een sponsje gebruiken. Of ja, zoals ik net deed, deze kwast. Dus vind ik ervan. Maar ja. Dan ga ik mijn gezicht afpoelen. Hiervoor gebruik ik deze kwast. Dit is de powder kwast. Hij is niet zo heel erg groot. Hij voelt wel lekker zacht aan. Dus ik ben benieuwd. Oh, dit is echt niet... Nee, ik vind dit echt niet prettig. De haren zijn eigenlijk gewoon heel erg zacht, maar staan ook best wel ver uit elkaar, zeg maar. Ze zijn heel erg bewegelijk. Dus ik heb niet echt het gevoel alsof er echt een hele goede dekking op komt of zo. Nee, deze vind ik echt niet fijn. Ik doe nou ook gewoon echt bewust gewoon een dikke laag, omdat ik gewoon denk van ja... Nou, de poeder zit er wel op, maar ik vind de kwast gewoon niet fijn genoeg, want de haren zijn gewoon echt te zacht. Je kunt echt gewoon... Ze springen een beetje, zeg maar. Dat vind ik gewoon minder prettig aan deze kwast. Ik ga nu contouren. En hiervoor ga ik dus echt deze contourbrush gebruiken. En deze heb ik ook echt nog nooit gebruikt, moet ik zeggen. Dus ik ben hier wel heel benieuwd naar. En ik ga hem inblenden met de Kabuki kwast. Deze. Dus we gaan dat gewoon eens even proberen. Ook deze is wederom weer heel zacht. Ik heb het idee dat hij echt heel weinig kleur pakt. Waardoor ik hem echt met meerdere lagen moet opbouwen. Dus ik ga gewoon echt meerdere lagen aanbrengen. Ik vind het zelf altijd heel erg mooi als er ook echt daadwerkelijk een goede contourlaag op zit. Wel goed uitgeblend uiteraard. Maar ja... Ik pak hem gewoon niet helemaal goed. Voorhoofd nog even. Op een of andere manier zijn die kwasten gewoon te zacht. Waardoor het gewoon niet heel prettig werkt. Nou, nog een beetje. Nou,
Deze kwast die vond ik dus niet zo fijn. Even kijken hoe dat inblenden gaat met de kabuki. Ook deze is gewoon weer wederom veel te zacht. Kijk wat een beetje. Nou, het is wel ingeblend. Het zit nu op zich wel naar mijn zin. Dus ik kan er wel mee blenden. Maar ik vind de haar gewoon te zacht. Maar dat zal wel gewoon het terugkomende probleem zijn van de make-up kwasten voor de gezicht. Voor het gezicht. Wat ik gewoon heel lastig vind om daarmee te werken. Dan ga ik blush aanbrengen. Hiervoor ga ik deze kwast gebruiken. Deze blush kwast. En dan ga ik eens even kijken hoe dit gaat. Hij poedert best wel. Maar er komt op zich wel kleur van af. Ik denk wel dat hij vrij heftig is. Heel heftig. Deze kwast brengt me heel heftig aan. Hij is ook wel weer vrij zacht. Maar ja, dat had ik ook wel verwacht. Oké, ik ga het gewoon weer eventjes blenden met die kabuki kwast. Dat die gewoon even iets mooier tot z'n recht komt. Maar ik vind dat bij die brush iets moeilijker, moet ik zeggen. Ja, zo kan hij er wel mee door. Ik ga highlighter aanbrengen en hiervoor gebruik ik de fanbrush. Ik ben zelf nooit zo'n fan van de fanbrush, maar ik ga het gewoon proberen. Vaak staan die haren wat verder uit elkaar, maar dit is toch wel de meeste gebruikte kwast onder de YouTubers vooral waarmee ze een highlighter aanbrengen. Dus we gaan het even zien. Poedert die zeg. Jakkie. Op zich gaat het wel. Je kunt best wel highlighter aanbrengen met de fanbrush. Maar deze haartjes die staan in ieder geval niet te ver uit elkaar. Ze zijn een beetje slap, zeg maar. En deze fanbrush heeft gewoon niet zo heel veel haar. Waardoor je niet echt lekker heen en weer kunt bewegen over je gezicht. Waardoor ik ook weer het gevoel heb alsof ik heel veel lagen moet aandoen. Misschien is dat ook wel gewoon zo. Nou, mijn neus. Hoe dan? Maar ziet hij er ook heel gek uit. Dit is echt niet Cupido boogje. Nee, dit werkt niet hoor. Hoe dan? Daar zit altijd niks op. Hij is echt heel subtiel. Deze kwast zou ik echt niet aanraden. Ik vind hem echt, ja, wederom weer heel zacht. Maar ook, hij heeft gewoon te weinig haar. Kijk, dit is het. Hij heeft gewoon niet zoveel haar. Dat vind ik gewoon echt jammer. Want
op zich snap ik het concept dat mensen ervoor kiezen om een highlighter aan te brengen met fembrush. Maar deze is gewoon niet geschikt, vind ik zelf, voor het aanbrengen ervan. Omdat hij te zacht is en te weinig haar heeft. Dus dat is een beetje jammer. Tijd om de wenkbrauwen te doen. Hiervoor heb ik deze eyebrowbrush. En deze heb ik ook nog nooit gebruikt. Ik ben wel benieuwd of dit een beetje werkt. Ik zal jullie even iets verder inzoomen, zodat jullie van dichtbij kunnen zien of dat dit een beetje te doen is. Zo, jullie zitten nu echt heel dicht op mijn gezicht. Het is een heel fijn schuin afgesneden kwastje. Op zich werkt het best. Hier heb ik nog niet zo heel veel commentaar op, moet ik zeggen. Op zich kun je er prima lijntjes mee zetten. Je kunt het je wenkbrauwen ook wel goed mee inkleuren. Op zich vind ik deze nog wel fijn. Even kijken op de andere kant. Dit vind ik niet zo slecht. Dit vind ik een goede uitvinding, dit kwastje. Hier ben ik wel redelijk over te spreken. Ja, deze die kan er zeker wel mee door, dit kwastje. Ik ga even mijn wenkbrauwen zetten met een wenkbrauwgel. Dan ga ik ze even doorkammen met een spoelie. Die heb ik hier ook liggen. En dan ga ik deze kant dus gebruiken. Maar ga ik hem eerst even zetten. Zo. Nou doorkammen. En hier ben ik een beetje bang voor, want het is een doorzichtige spoelie. Dus die zal er wel lekker smerig uitkomen. Maar goed. Ik ben zelf een wat zachtere spoelie gewend. Ah, op zich, het gaat wel hoor. Er zit trouwens aan de andere kant een kammetje. Waarmee je de wenkbrauw ook die model zou kunnen kammen. Maar ik gebruik het zelf nooit. Ik gebruik altijd alleen een spoelie. Ik ga even een oogschaduwbasis aanbrengen. Die ga ik eventjes uitblenden met de concealer kwast. Misschien dat die daar wel fijn voor is. Want ook dit vind ik niet prettig om met mijn vingers te doen. Zo. Ik ben benieuwd of dit een beetje gaat lukken. Ik pak uiteraard de schone kant. Ja, kijk, hier vind ik hem dan wel weer heel erg fijn voor. Dan is hij wel weer heel erg lekker zacht en lekker plat voor de oogleden. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Oh ja, dit werkt wel. Ja, dit werkt eigenlijk best wel goed. Hiervoor vind ik hem dan wel weer heel erg fijn, deze concealer kwast. Dan ga ik een ooglook maken. En ik heb hiervoor 3 kwastjes met hetzelfde uiterlijk. Qua patroon. Ik heb 2 wat oudere kwastjes. Deze zijn ook gewoon van Essence. Maar deze gebruik ik zelf ook nog heel erg vaak. En volgens mij zijn deze ook gewoon nog steeds verkrijgbaar. Want dit zijn gewoon van die basics. Allereerst heb ik hier een blendingskwast die ik ga gebruiken om de oogschaduw in te blenden. Je merkt wel trouwens dat dit heel los zit. Dus dit gaat heel snel. Dat voelt dus wel heel goedkoop aan. Ik heb gewoon echt een oogschaduwkwast. En ik heb een smoky brush, dus die ga ik ook gewoon gebruiken.
Ik ga even beginnen met oogschaduw aan te brengen op mijn binnenste ooghoeken, maar ook op mijn wenkbrauwbot. En hiervoor gebruik ik dit kwastje van Essence. Volgens mij zit officieel ook een smoky kwastje, maar ik gebruik deze altijd voor highlighter in die hoeken. Want daar vind ik hem echt prima. En die gebruik ik ook echt regelmatig bij mijn gewoon eigenlijk ja, dagelijkse make-up. Aan te brengen. Dus van deze weet ik gewoon dat ik deze al heel erg fijn vind. Ja, deze werkt echt heel erg fijn. Dat wist ik natuurlijk al. Ik ga beginnen met oogschaduw aan te brengen in mijn arcadeboog. En hiervoor ga ik dit kwastje gebruiken. En ik kies dan altijd een wat donkerdere kleur. Maar iets lichter dan de kleur die in de buitenste ooghoek gaat. Dit kwastje heb ik ervoor gekozen, want deze is wat minder breed. En waardoor ik denk dat ik de oogschaduw wel heel erg prettig kan aanbrengen. En dat merk ik ook meteen. Hij brengt gewoon heel prettig aan. Behoudt ook zijn pigment. Vind ik heel prettig. Ja, hier heb ik niks op aan te merken. Deze oogschaduw was er dan toch wat steviger, merk ik. Dat had ik ook al gelijk bij het kwastje voor de wenkbrauw. Maar dat heb ik met deze ook uiteraard echt wel. Nou, dat heb ik niks voor aan te merken. Nou ga ik blenden met deze kwast. Hier ben ik een beetje bang voor. Want deze voelt weer wat fluffiger. Ik kan niet echt lekker heen en weer gaan zoals ik normaal doe, zeg maar. Ik kan hem niet helemaal goed inblenden. Dus ik hoop niet dat het echt een heel erg heftig iets wordt. Is het niet heel verkeerd, dus op zich werkt het wel. Voor de buitenste ooghoek ga ik dit smoky kwastje gebruiken. Ik zet dat nooit heel dik aan, dus daar leek me deze wel heel geschikt voor. Ja, hij neemt wel voldoende poeder op. Ik weet niet of je het kan zien. We gaan het eens even proberen. Ik kan er op zich best wel nauwkeurig mee werken. Ook deze heeft weer stevige haartjes. Voelt stevig aan. Dus ja, daar ben ik ook wel weer over te spreken. Het kriebelt een beetje. Het idee is echt mijn buitenste ooghoek kriebelt nu weer elkaar. Dan toch wordt rechts minder intens of zo, voor mijn gevoel. Dat is raar. Nou, prima. We gaan hem even blenden. Blendingskwast, die vind ik echt een ramp. Vind ik echt niet prettig. Er komt ook helemaal geen poeder vanaf, bijna. Nou zeg. Nee. Die blendingskwast is wederom gewoon weer te slap hoor. Ik heb het idee dat ik nu een hele blauwe plek bij mijn ogen heb. Die blendingskwast is in ieder geval niet fijn. Om de oogloop nu af te maken ga ik even dit kwastje gebruiken van Essence. Omdat ik anders een kwastje tekort kom.
Zo, de oogschaduw zit erop in ieder geval. Zo, ik ga even eyeliner aanbrengen. Ik heb hier wel een kwastje voor, maar ik heb ervoor gekozen om een eyeliner in penvorm te gebruiken. Dus ik ga het kwastje niet gebruiken. Ik vind het met eyeliner een klein beetje eng ook, want ik heb nu gezien hoe zacht die haartjes zijn. En als die met eyeliner ook zo zacht is en ik verpest het, oh, dan ben ik echt niet blij, zeg maar. Uiteraard zou je het eyeliner kwastje ook kunnen gebruiken als klein oogschaduwkwastje voor onder je wimperrand bijvoorbeeld. Ik gebruik daar eigenlijk nooit oogschaduw, maar het zou kunnen. Ik ga ook even oogpotlood aanbrengen, want ik ben dol op oogpotlood. Dan hebben we dat ook gelijk gehad. Even wat voor nu zetten. Zo, dat is ook weer klaar. Dan ga ik mascara aanbrengen, maar ik ga eerst mijn wimpers krullen. En daarvoor gebruik ik deze krultang van Essence uiteraard. En hij is echt leuk paars, ik vind die kleur echt geweldig. En ik vind hem in gebruik ook helemaal niet vervelend. Ik vind het echt daadwerkelijk een fijne krultang. Krultang, wimperkrulling moet ik zeggen. Want ja, net of die gewoon precies op mijn oog past. Ik weet niet, soms klinkt heel gek, maar ik heb dat niet heel snel dat ik een krultang wimperkrulling heel fijn vind. Maar ik vond het bij deze wel. Zo, ogen zijn ook weer klaar in ieder geval. Tijd om lippenstift aan te brengen. En hiervoor ga ik ook een kwastje gebruiken. Dit is het lipkwastje. En normaal gebruik ik die niet zo vaak. Maar ik dacht, nou, misschien wel even leuk om te gaan proberen. Dus ik zal jullie even inzoomen, zodat jullie kunnen zien hoe of dat dit werkt. Zo, ik ga eerst wat van de lippenstift op het kwastje aanbrengen. Ik heb zelf altijd wel meer het idee dat dit beter werkt bij lipgloss. Maar hey, ik ga het gewoon proberen. Ja, op zich werkt het wel. Maar het is nog niet dat ik zeg van, wauw. Ik kan mijn lippen er niet heel netjes mee inkleuren, dus wat ik nu gewoon ga doen is er alsnog overheen. Anders gaat de kleur niet intensief genoeg worden. Nu vind ik hem echt mooi. Dan zou je natuurlijk nog even glad kunnen strijken met het kwastje, dat zou wel kunnen. Maar op een of andere manier ben ik toch niet helemaal dol op lipproducten aanbrengen met een kwastje of zo. Nou, om de boel nog even te fixeren, zal ik nog even een fixing spray overheen doen. Zo, die zit er ook op. En om het geheel er helemaal nog even af te maken, ga ik ook een geurtje gebruiken van Essence. Essence-proef vandaag in ieder geval. Nou, dan was dit de make-up look die ik heb gemaakt met de producten van Essence. En uiteraard waar het om ging met de kwasten. Nou, zoals je aan mijn reactie al hebt kunnen merken, ben ik niet laaiend enthousiast. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik al best wel lang met make-up bezig ben. En inmiddels gewoon kennis heb gemaakt met
betere kwasten dan de low budget kwasten van Essence. Ik vond het ondanks wel heel leuk om dit een keertje te proberen in een video. En jullie een soort van indruk heb proberen te geven hoe kwasten van Essence zullen zijn. Dit kan natuurlijk heel erg verschillen qua mening. Want iemand anders die kan zeggen, ja, ik vind die kwasten wel heel fijn. Maar voor mij persoonlijk is het gewoon geen fijne kwastenserie. Over de paar kwasten was ik echt wel enthousiast hoor. Dat waren vooral de kwasten voor de ogen. Ja, op die blending brush dan weer na. Dat dan weer niet. Maar op zich, ja, er zitten best wel een aantal kwasten bij die wel prettig zijn. Maar het grootste gedeelte vind ik gewoon echt niet fijn. Maar ja, goed. Ik snap ook dat als je bijvoorbeeld gewoon net begint met make-up en je nog niet weet of het wat voor je is, dat je begint met dit soort low-budget kwasten. Nou ja, ik vond het in ieder geval heel erg leuk om dit te testen. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je ook op het belletje drukt, krijg je gelijk een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Ik heb het volgens mij al wel eerder gezegd. Ik weet niet wat er van deze kwasten nog verkrijgbaar is. Dus het assortiment is heel erg wisselend. Dus ik weet momenteel niet wat er qua kwasten in de schappen ligt. Ik wilde deze video gewoon heel graag maken omdat ik deze kwasten had liggen. En ook gewoon echt een aantal ongebruikte. En dat ik anders bang was dat er misschien ook niks mee zou gebeuren. En ik het heel erg leuk vond om een indruk te geven van wat dit soort kwasten voor mijn make-up look zouden doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!